Bij de vorige video zaten jullie een intro en bij deze video krijgen jullie een outro. Dus maak je maar geen zorgen. In ieder geval, het is tijd voor Umbreon GX. Oh mijn god, deze is awesome. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Unbox Pokémon Kaart. Ik moet nog steeds aan deze intro werken. In ieder geval, de vorige unboxing video die was geweldig. Helaas hadden we niet te veel pools. Spoilers, maar de pools die we hadden. Vergeet niet, het gaat om die promo's die we hebben. En daar ben ik zeker blij mee. In deze unboxing gaan we dus de Umbreon GX box halen. De boxen die zijn 50 euro geloof ik. Maar vergeet niet, daar heb je al twee gegarandeerde GX kaarten. Die per stuk tot 10 euro, 15 euro los verkocht worden. Je krijgt dan gelijk een reverse hollow. Weet je wat, we gaan gewoon een doosje openmaken en we zien gewoon eventjes gelijk wat erin zit. Ook deze doos wil ik weer heel voorzichtig openmaken. In verband met, ik wil de doos niet te veel beschadigen, want deze dozen die zijn awesome. Heel voorzichtig. Oh, daar gaat de camera bijna. Oeps, staat mijn camera nog goed? Ik een beetje draai, een beetje draai, een beetje draai. Camera staat nog goed. Oké, gelukkig. Heel voorzichtig. Je die rand openmaken. Dan kun je hem heel mooi openvouwen. En dan kun je de plastic er zo uitschuiven zo. En dan kun je de doos heel erg veilig zo neerleggen. Zonder dat er iets mee gebeurt. Blijf. Goed. Nou, ik ben er ondersteboven van het kan ondersteboven. Nou, het grappige is, het is heel makkelijk om deze eruit te halen. Alsof dat de company naar mij geluisterd heeft, naar mijn video's. En dus het makkelijker maakt om dus de promo's er inderdaad uit te halen. Want ik moet zeggen, de promo's die gingen een stuk makkelijker uit. Net zoals deze. Hoppakee, hij klikt er dan tegenwoordig zo uit. En dan ga ik ze heel erg mooi pakken. Maar het allerbelangrijkste wat ik weer eerst eventjes in deze wil laten zien, is natuurlijk niks anders dan iets waar ik zo lang om gezeurd heb. Weer een evolutiecoin. En damn, kijk die zagrijnig. Ik bedoel, serieus, hij is echt zo van, you wanna battle me? I'm ready to battle. I'm ready to battle. Oké, okay, in ieder geval, deze coin is echt geweldig. Ik bedoel, ik ben zo blij dat eindelijk een keertje wat meer coins zijn gebaseerd op evoluties. Nou, nog een evolutiecoin, dan zou ik wel helemaal blij zijn. In ieder geval, dan heb je natuurlijk nog de Umbreon pin. Die vind ik ook heel erg mooi. Zelfde kwaliteit als de Espeon pin die we al hebben gezien. Maar dan natuurlijk Umbreon. Ik moet zeggen, ik krijg nou een beetje een vibe van Pokémon Colosseum, als je gaat denken, want ik pak heel even de oude pin erbij van de vorige video, en daarom zei ik oud. In ieder geval, als je gaat kijken, Espeon en Umbreon. Pokémon Colosseum. Pokémon Colosseum is al samen met je bron, Espeon en Umbreon, dus daar ben ik echt heel erg blij om tot die er dus zijn. Nou, in ieder geval, ik krijg Umbreon lekker hier eventjes ook weer netjes neer. Espeon, die gaat gewoon even offscreen, want dit is de unboxing van Umbreon. Ik kan bijna niet meer praten. Zo erg is het ondertussen. En hier ook krijg je natuurlijk de Holo Eevee, net zoals in de Espeon box. In tegenstelling tot de Espeon box krijg je dus hier Espeon, maar dan niet de promo kaart, maar ook weer de GX kaart. En als je dan gaat kijken naar de Umbreon kaart, en dat is natuurlijk de big kicker hier, dan krijg je een special promo kaart Full Art Umbreon. Gegarandeerd. En die is ook awesome. Ik bedoel, ik vind deze pose nog veel mooier zelfs dan de full art of de regular art die dus de andere heeft. Deze is echt amazing. Echt, Umbreon die staat klaar om te vechten. Echt een geweldige art. En ja, ik weet het. Ik ga er veel te lang over door. Sorry jongens, jullie kennen mij ondertussen. Ik heb evolutions. Ik doe nog eventjes mijn pet af, want ik stoot de hele tijd tegen mijn statief aan. En dat is vervelend. In ieder geval hebben we ook nog 6 pakjes, net zoals de vorige keer. 2 keer Guardians Rising, 1 keer Sun and Moon. Ik ga ze gewoon schudden en dan zien we wel hoe dat de volgorde eruit gaat. Deze die mag daar ook bij, want we hebben natuurlijk ook nog eens een keertje de grote pakking. Die ga ik heel eventjes zo. En dan pakken we heel eventjes voorzichtig die grote kaart eruit. Damn, die is ook zo mooi. Ik bedoel, we hebben dus nou allebei de grote kaarten gewoon bij elkaar. Nog 1 keertje, eventjes de reference voor Pokémon Colosseum, Espeon en Umbreon. Die er nou uit staan dat ze tegen elkaar willen gevechten. Maar dat maakt niet zo uit. Ik bedoel, serieus, ik vind de art echt gewoon geweldig. Laat weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Goed, plastic dat gaat naar de plastic doos toe. We hebben weer zoveel pakjes. Weet je wat, laten we beginnen met Guardians Rising. En laten we ook weer eindigen met Guardians Rising. Waarom nog niet? Wat er tussenin zit, welke volgorde dat is, dat maakt niet zoveel uit. Goed, we leggen deze 3 kaarten heel eventjes netjes weer zo neer. Met Umbreon in het midden, want daar gaat deze doos natuurlijk om. We willen de pin een beetje goed in beeld hebben, dus die zal ik hier naast neerleggen. En de coin die zal ik dan hier neerzetten, want ik vond hem bij de vorige video niet echt goed te zien. Dus ik zal ze zo neerleggen, al zit mijn arm er toch de hele tijd voor, dus maakt niet echt zoveel uit. Goed. En dan pak je zo makkelijk open te maken. Zijn we erachter gekomen dat ze dus zo open gemaakt kunnen worden, makkelijk. Normaal gesproken is het andersom, maar waarschijnlijk hebben ze een keertje de printer achter de, of de schuiven, hoe dat in de pakjes wordt gegooid, achterstevoren gegooid. Goed. In ieder geval, we zien al een hele leuke Pokémon. We beginnen met 4. Kunnen wij
begin met een leaf. Altar of the Sun voor vuur- en staaltypes. Altar of the Moon, dat is grappig, maar hebben ze allebei. Gliscor, Altar of the Moon is eigenlijk wel een beetje zo Espeon en Lumpion-achtig, dus waarom niet? Alolan Vulpix, Fledgling, Machop, Phantom, met Mimikyu, speciaal voor Kyogre, Barboach, Reversed Hollow Kudra en... Holo Glissy. Holo. Wauw. 160 HP voor een regular kaart. Nou ja, regular. Ik bedoel dan anti-GX of zo. Geen GX. Fresh Egg. When you play this Pokémon from your hand to evolve one of your Pokémon during your turn, you may heal 80 damage from your active Pokémon. Enigste nadeel is dat wel eens 160 damage, maar doet dat maar zichzelf. Dus ja, dan moet je dus... als je deze doet, dan mag je dus 80 van de actieve Pokémon healen. Dat is het enigste handige. Maar ik vind hem zelf niet zo echt heel handig, laten we eerlijk wezen. Goed, in ieder geval, we hebben al een Holo Rare. Wat heel veel kunnen zijn. Dus ik ben een beetje salty daarover, maar dat maakt niet zo uit. Goed, we gaan gewoon verder met Sun & Moon. Waarom ook niet? Ik denk dat deze kant werkt niet. Goed, dan maar deze kant. Werkt ook al niet. Sommige pakjes willen gewoon niet werken. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Goed, deze gaat dan. Hallo, code kaart. Wat leuk aan de kant. Sun & Moon. Vier pakjes, want het is Sun & Moon. Vier pakjes van mij, of vier kaarten. We beginnen met een stroomenergie. Dan hebben we Granbull. We hebben een Pokeball. En het is het grappige, dit is weer dezelfde Pokeball als vroeger. Dat je gewoon een muntje op moet gooien. Dus de oude Pokeballs mag je gewoon gebruiken. Dartrix. Dratini. Spearow, die zichzelf op kunnen blazen. Voor de mensen die de livestream hebben gezien. Psylocke. Daar ben ik blij om. Hier ben ik heel erg blij om. Daarom op die happiness deuntje. Voor mij is het super happy. Dus Eevee komt hier zeker eventjes bij de bench. Ergens. Ik bedoel, stuur even een beetje over. Ik maak ruimte voor Eevee. Ik bedoel, serieus. We doen gewoon twee Eevee zo. Hoppakee. Geen enkel probleem. Piggyback. Reversed Holo Pokeball. Dat is altijd grappig als dat gebeurt. En... Butterfree, nou ja, het is in ieder geval geen Victory Bell, want Victory Bell boeit me niet. Oké, nou in ieder geval, voordat ik heel erg boos ga worden op weer van die Pokémon, creepy. Ik haat Victory Bells, echt. Voor de mensen die het nog niet doorhebben, ik heb een hele Victory Bell met Pokémon Card. Dus, en ook met Pokémon Games tegenwoordig, in verband met een soort ding hier van de randomizer. Dus, ja, een Nuzlocke randomizer waar ik nou mee bezig ben. In ieder geval, Steam Siege, we gaan gelijk door. Steam Siege, 3 van achteren, die gaan we weer naar voren toe. Heel erg simpel. Draaien we de bol om. En dan krijgen we de Greedy Dice. Skiploom. Armored Fossil Shieldon. Drifloon. Apom. Larvesta. Dino. Shellos. Reversed Hollow Infernape. Damn, die ziet er nice uit. Deze ziet er echt heel erg nice uit. Daar heb ik echt geen problemen mee. Alleen helaas hebben we dus een regular rare Summerod. Nou ja, maakt niet echt zo uit. Ik bedoel serieus, die Inferno die maakt heel erg veel goed. Maar qua pool zitten we nog niet echt goed. We zitten nou ondertussen op de helft. Dus, nou, in ieder geval. Die gaat daarin. We hebben nog 3 pakjes. Dus we gaan naar een breakthrough. In plaats van breakpoint weer. We hebben weer een breakthrough. En vind ik eigenlijk best wat jammer. Maar aan de andere kant, hier kunnen ook best wel goede inzitten. En ik weet niet waarom een Mega Glalie in de andere hierin zit. Dus laten we hopen dat hier ook weer iets goeds in zit. Goed, in ieder geval, kaartjes de camera even weer uit. Heel erg simpel. We draaien heel eventjes de boel om. Van 3 naar achter en naar voren. Om het spannend te maken. En we beginnen met een Quilladin. Gevolgd door Professor Schleider, die ik nog steeds vandaag de dag handig vind. Hunter, die komt speciaal op de bench. Zoals ik al had gezegd bij de vorige video, als we een Hunter tegenkomen, die komt speciaal op de bench in verband met onze Gregory. Woodbat, Goldeen, Teddy Ursa, Scatterbug, Ralt, Reversed Holo Cubone, die eigenlijk behoorlijk zwaar is, damn. En een regular rare Cresselia. Ja, dat is best wel een teleurstelling, dit. Jongens, kom op. Wat hebben we onze goede kaartjes? Wat hebben we onze goede kaartjes? Kom op. Ik bedoel, het speel aan Umbreon. Ik weet dat ze hier al de goede kaartjes voor mijn neus liggen. Maar ik wil zeggen, we mogen wel iets meer betere goede kaartjes hebben. Want dat vind ik wel zeker van de niet. Goed. We gaan weer terug naar Blasted Past Evolutions. 1, 2, 3. Evolution van 3. Dacht ik. Goed. Hunter! Oh, Gregory, breng eens
van meer geluk, ja, alsjeblieft zeg. Oké, okay, we hebben Prox Crit, hele goede kaart. Slowpro Spirit Link, Staryu, Metal Energy, Growlithe, Ghastly. Het zit hier echt vol met spoken, zeg. Het spookt hier. Charmander, Reversed Holo Rattata en Starmie. Dat is wel handig voor het saaien van Mr. X-Tag, zoals dat ik het heb genoemd, maar... We hebben nog maar één pakje en we hebben tot nu toe alleen één regular rare. Of één holo rare, zo moet ik het zeggen. Dus... Laatste pakje en hier hebben we dus echt de traumatic tension voor nodig. Umbreon, laat mij niet in de steek. Maar ja, dat doe je toch niet, maar... Serieus, ik bedoel serieus. Serieus, ik kan ook de spannende muziek erbij krijgen, dat lijkt me heel erg fijn. En dan dacht ik, mag ik hier de spannende muziek, dat zou heel erg fijn zijn. Goed, wij gaan beginnen met... Vier pakjes, want het is Guardian Rising, moet je nog iets nadenken, mijn excuses. Wij hebben stroomenergie. Choice Band, altijd handig om die te hebben. Veel Blower, heel handig om te hebben. Sudowoodo, kan een Glaceon zijn, als je weet wat ik bedoel. Mudbray, Slowpoke. Gumi, Rockruff. Talo. Oricorio, dat is Reversed Holo en dat geeft al eigenlijk een heel slecht voorteken. Ik maak mijn eigen zorgen hier, come on! Dat was eigenlijk best wel een teleurstelling qua unboxing. Nou ja, niet qua unboxing, maar qua unboxing van de booster packs. Ik bedoel, qua unboxing mogen we absoluut niet klagen, want we hebben een gigantische kaart van Umbreon GX, waar ik zeker heel erg blij mee ben. Ik zal hem een keertje heel even zo laten zien. Hij is zo mooi dat je zelf de camera in de reflectie kan zien. Wat leuk! En zelfs nog dat ik dus ook kan zien hoe dat de camera staat en alles. Dus ik vind hem zeker heel erg mooi. Dus, en Espeon, hey, we hebben er een volhard GX ook nog extra uitgekregen. Maar voornamelijk dus dat er dus ook nog eens een keer een Espeon GX in zit. Dus koop je ze eigenlijk allebei, dan heb je dus twee Espeons en twee Umbreons gegarandeerd. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben er heel erg blij mee. In ieder geval, ze zijn ook zeker te bestellen. Dus ja, wil je er zelf maar eentje bestellen? Link van René Cards natuurlijk, die staat in de beschrijving. Want deze video is ook mede mogelijk gemaakt natuurlijk door René Cards. Nou is natuurlijk ook de grote vraag, wat gebeurt er eigenlijk met alle codes die we vinden in alle verpakkingen? Waarom geef ik die niet gewoon, laat ik ze in beeld zien zoals bij heel veel video's te zien is... De grootste reden is, iemand die ziet dan die code en die snijdt hem dan zo snel weg en die pakt alle codes en ja, daardoor heeft niemand dus eigenlijk een code. Dus er komt een keertje een giveaway, niet met deze, want deze dat zijn speciale codes met Espeon en Umbreon. Die wil ik zeker zelf ook op mijn eigen Pokémon Trading Card Game zien. Dus hoe gaat het nou eigenlijk precies in zijn werk? Nou, ik neem jullie sowieso mee eventjes dadelijk om te kijken wat er dus allemaal hierin zit. En dat is inclusief de Espeon, want ja, dat leek me eigenlijk best wel leuk om dat gewoon in één video te doen. Dus ik neem jullie heel eventjes mee naar online. Oh, grappig dat jullie hier zijn. Ja, jullie zien mijn hoofdje hier een heel klein beetje. Ik heb de eerste 10 codes, die heb ik al geredeemd. Die zien jullie dus hier. En als ik dan zeg nu claimen, dan krijg ik dus alles wat ik dus geclaimd heb. Zoals de boxjes, dus dan kan ik gewoon op gereed drukken. En dan zien jullie dus al die pakjes voorbij komen die we dus tijdens de unboxings hebben gezien. En hier heb je dus die promo, tot je dus de Umbreon munt hebt en de Umbreon promo en de Eevee en die erbij. En de reden waarom dat er nieuw staat is... Net zoals met mijn YouTube kanaal totdat mijn naam veranderd is, ben ik ook op Pokémon Trading Card Game dus overgegaan naar Sun and Moon. Dit is trouwens een bonus voor het verzilveren. Als je voor de eerste keer Trading Card Game online gaat spelen en je doet dus een code redeemen, dan krijg je dus automatisch al twee pakjes van het spel. Dat is deze om hier precies te zijn, de Steam Seeds die we er daar bij hebben. Het bonus van het verzilveren van een code. Leg ik dadelijk nog meer even uit. In ieder geval hoe dat het dus werkt. Ik heb hier, ja jullie zien hier heel klein. Hoi. Zien jullie dus een cameraatje. Nou en daar kan ik dus heel erg mooi die codes zo voor scannen. Dus dan hou ik hem er zo voor. Krijg ik de code te zien. Druk ik op voel codes in. En dan krijg je die. Doe ik nog een keer hier. Nou zo voer je dus eigenlijk al die codes in. Je krijgt natuurlijk ook een beetje een tutorial over hoe dat het spel precies werkt. Want ja, je kunt het zo dus online spelen. Zo. Maar daarom zien jullie dus ook level 0. Omdat ja, Zelda Player 20 die had dus ook codes. En de meeste kaarten die... Hallo. Focus is. Focus! Verdurie! Focus! Hij wil niet focussen. Oké, okay, je kunt het natuurlijk ook handmatig intypen, maar ik doe het gewoon met de camera. Dat vind ik een stuk makkelijker. Goed, in ieder geval, hier zie je Espeon GX.
mijn premium collectie nu claimen. Gereed. Dan hebben we hier die collectie. Dan krijgen we daar die mooie full art Espeon. Gereed. Die krijgen we erbij. Die krijgen we erbij. Want die hadden we nog niet gedaan. Dus in totaal hebben we 16 codes. En dan 18 codes. 18 toch? Even kijken. We hebben er 6. Plus 2 is 12. Plus... we hebben er 6, dat is 12, plus 2, hier in verband met de doos, dat is 14, dus hebben we 14 codes, klopt precies. Dus alle codes zijn nou geredeemd. Nu weten jullie precies hoe dat werkt en nou wordt natuurlijk het leukste, het unboxen van die dingen die we dus hebben. Nou, het grappige is, dan ga je dus gewoon hier naartoe. Ik heb het al een keertje eerder laten zien, maar nou ga ik er iets meer in detail over. Dit zijn gewoon de kaarten waar je standaard mee begint. Dus daar een dekje mee kan maken, weet ik het allemaal nogal meer. Goed, we hebben dus 4 Guardians Rising, we hebben 2... Gewoon de Sun and Moon. We hebben 2 breakpoints die niet geredeemd zijn. Dit is gewoon een bonus geweest. Want dit is ook ruilen is vergrendeld. Dus dat is gewoon een bonus die je van het spel krijgt. Breakthrough hebben we 2 keer. Evolutions hebben we 2 keer. Fates Collider mag ik ook niet ruilen in verband met. En ik heb 6 pakjes van Steam Siege. En waarvan 4 niet geruild mogen worden in verband met. Dit is een nieuw kanaal en account en zo. Dus... Nou ja, weet je wat? We gaan gewoon alles unboxen. En ik weet niet waarom ik naar mijn camera aan het kijken ben. Maar mijn camera staat op dit moment niet aan. Omdat we dus gewoon het volledige scherm zien. Wat leuk! Weet je wel, we gaan gewoon beginnen, we gaan gewoon alles unboxen. Nou, het grappige is, je klikt gewoon op unboxen en dan wordt alles unboxed. Dus je maakt het pakje open en alles wordt eigenlijk automatisch voor je gedaan online. Nou, overal krijgen we nieuw bij, want nogmaals, dit is een nieuw account. En we beginnen al gelijk met Full Art Magearna EX. Wauw, wat geweldig. Nou, moet ik zeggen, die is zeker wel gewild, daar niet van. Maar goed, we gaan gelijk heel eventjes door. Full Art, hartstikke leuk. De codes zijn namelijk niet dezelfde kaarten die je hebt gevonden in... het echte leven. Dat vind ik het grappige er eigenlijk van. Hey, Jumpluff, wat leuk. Ja, leuk, Nieuwen. Leuk. Hartstikke leuk. Dus ja, alles wat je hier eigenlijk vindt is totaal het tegenovergestelde van wat we hebben gevonden eigenlijk in de unboxing video's. En wat vinden we hier? Oh, nice. Xerneas. Holo Rare, dat is zeker heel erg nice, want deze is heel erg mooi voor een fairy deck te maken. Oké, nou, we kunnen er nog 3 over maken van Steam Siege, dus we gaan gewoon verder met Steam Siege. Het voordeel van dit is, het gaat lekker snel. Deze video is ook iets langer, maar dat verdienen jullie ook wel in een keertje. Oké, Ninja Boy, hartstikke leuk. En nou, tot nu toe hebben we dus 1 full art te pakken gekregen, dat is altijd heel erg leuk. En Omega doet me een beetje denken aan de oldschool... tournament die er gedaan is. Al heb ik zelf eigenlijk nooit meegedaan aan een tournament. Ben ik heel eerlijk in. Oké, we wilden er nog eentje openen. Zeker. Er is een probleem met het openen van je product. Ah, we hebben nog een glitchte. Dat kan wel eens voorkomen. Ja, dan kreeg je er maar eentje en dan heeft hij er 2 gedaan. Maar dat mag niet zo blijven. Goed. Dus deze die verdwijnt gewoon als ik nog een keertje inlog. Gebeurt wel eens. Hoef je niet te druk over te maken. Het is niet gamebrekend gelukkig. Zoveel nieuw. Nou ja, eens kijken of we hier een... Ik bedoel, serieus, het is Fates Collide. Dus hier zouden we eigenlijk een Glaceon of een Umbreon uit kunnen krijgen. Open er nog één! Wij willen Umbreon! Zou leuk zijn. Ik kijk weer naar mijn camera. Ja, en dat heeft geen nut. Het is nou volledig gefocust op audiocommentaar. En we hebben een! Mothim. Yay. Oké. Ja, die Steam Siege die kon niet. Dus daar kunnen we gewoon gelijk skippen. Dan gaan we naar Evolutions. Ik bedoel, we hebben tot nu toe maar 1 GX. Oh, dat doet pijn. Nou ja, we hebben natuurlijk ook degene die we gewoon standaard hebben gekregen. Poliwrath en Mewtwo. Joepie. Wat hebben we nog meer? Ik weet niet waarom dat de muziek in één keer nou wegvalt. Oeh, Double Colorless Energy. Dat is nice. Oeh, Nido King Break. Ik zal hem heel eventjes laten zien. Ik kan hem helaas niet draaien voor jullie. Dat vind ik wel jammer. Zeker mooi om te vinden. En Raticate. Oké. Goed. Dan gaan we naar Breakthrough, daar hebben we er ook nog 2 van. Dit gaat zoveel sneller en het is zo minder spannend dan de reality kaarten die je natuurlijk hebt. Maar het is nog altijd wel leuk om te doen. Oh, Giovanni zelfs, een judge. Poink, poink. Oh, we hebben weer een break te pakken gekregen. Chestnut. Leuk, denk ik. Cyndaquil. Barret. Ik haat jou, with me. Oké, we gaan gewoon er nog eentje openen. Altijd hartstikke spannend. De special energies. Ook altijd leuk om die weer te vinden. Oeh, nice. Een Zoroark. Die is zeker heel erg nice. En Leroy hebben we weer gevonden. Ik zie een Doduo. Ja, ik wil niet op te veel tenen trappen als ik dus zeg maar zelf een hekel aan een Pokémon heb. Deze die hebben we niet unboxed. Zie dit een beetje als een bonus. Want ja, dit krijg ik er nou bij in verband met ja, dat ik dus nieuwe codes heb geredeemd op hier. Dus welke krijgen we hierop? Oeh, een Emboar EX. Nice.
Oké, het is niet te ruilen, maar dat maakt niet zoveel uit. Goed. En hier hebben we dezelfde glitch als hier, want je zou er maar eigenlijk eentje krijgen en na het spel denkt dat je er twee krijgt. Maar dat maakt niet zoveel uit. We hebben nog 6 pakjes, 7 pakjes te doen. Dus 4 van Sun & Moon Guardians Rising en 3 van deze. Dus laten we het maar gewoon doen. Dit is de untradable, dus wat we hier vinden kunnen we niet gebruiken om te ruilen. Nee, ik zie al darkness energie. Het is eigenlijk best wel grappig dat het zo snel gaat. Spinda! Oeh! Lurantis GX, die is heel goed om te vinden. Ik bedoel serieus, heel veel grasdecks die zijn erop gebeurd. En ja, hoi, ik krijg Remis en ik heb het hartstikke leuk om zijn guest. Ik vind het hartstikke leuk. Ilima, hartstikke leuk. Goed, open er nog een. Deze zijn tradable. Deze die komen echt weer van de codes af. Nou, dat is handig, want die voor het evalueren en zo. En Lunala GX. Oké. Dat is nice om die te vinden. Dat is zeker een hele mooie kaart. Ik weet niet of ik die een keertje heb gevonden in een boxing video. Dat is zeker een hele goede kaart. Nice. We gaan gelijk verder. Deze naam die blijft nog altijd apart. Goed. Ah, Masquerade. Leuk. Spannend. Oké, nou, gereed. Dan gaan wij naar... The Guardians Rising. Vinden we Sylveon? Ik bedoel, ik weet dat ik op mijn andere account Sylveon heb en dan ga ik allemaal overzetten naar deze. Is dat mogelijk? Ja, als je één tradable card hebt, dan is heel veel mogelijk. Maar het is natuurlijk nog leuker om hem hier te vinden en... Tortinator. Joppie. Er zit een vlieg bij me hoor te zoomen. Daar word ik niet vrolijk van. Goed, we hebben nog 3 te gaan. Ik weet dat we hier in-game muziek hebben, dus... Maar dat maakt niet uit, want dan kan ik alsnog spannende muziek erbij editen, mocht dat nodig zijn en... Vikavolt! Oké. Open er nog één. Nummer 2. Weer die. Promo Pass, die hadden we ook al in de reality. Deze is wel trouwens heel erg goed. Maar Promo Pass hadden we ook in reality. Open er nog één. Very Energy. Foreshadowing. Dat is een goeie. Dat is een hele goede foreshadowing, Sylveon. Nee, we hebben Delmice. Ah, best wel jammer. We hebben Phantom, we hebben Trubbish, we hebben echt alleen maar Garbage. Niet echt online, echt veel waarvan ik zeg van... Goh, wat een goede verpakkingen. En nogmaals, deze die zijn geglitcht, dus dat zullen geen pakjes zijn. Want als we die proberen te openen, dan zegt hij weer van... Dit is een probleem. Maar nogmaals, hier kun je dus ook gewoon kijken naar je energiekaarten, je packs, je Pokémon kaarten, alles wat je dus hebt. En als ik dus hier heel eventjes invul Umbreon, dan zien we dus dadelijk Umbreon. ik typ verkeerd jongens, Umbreon. Tot we dus hier inderdaad Umbreon GX hebben. En dus hier de Umbreon GX promo kaart hebben. Staat er hier ook heel mooi onder promo. Nou, en met dat gedaan te hebben ben ik eigenlijk nou op het einde gekomen van deze video. Ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste Pokémon kaart? Of natuurlijk, wat is jouw favoriet? Ja, trouwens heb ik het voor Carol gevraagd, hè. Wat is je favoriete Espeon of Umbreon? Dus, heb je zelf leuke pools? Heb je zelf leuke pools gehad? Heb je zo'n doos toevallig gehad? Of heb je een keertje een boosterbox gehad? Of iets, weet ik veel wat, of een boostpackje? Laat het weten in de reacties wat jouw beste pools waren. En ik dank jullie natuurlijk voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Er zit een vlieg op mijn camera. Ga weg! Dankjewel. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Dit zijn trouwens eigenlijk de mini-variaties waar jullie het de vorige keer... Want ik heb hier de grote variatie, maar dit zijn mini-variaties. Dus ja, ik heb echt Studio Stevie. Hartstikke leuk. Dus, mag er nou een fade-out komen, want echt serieus. Ja.